Een hele goede avond en hartelijk welkom terug bij Baronie TV. Vergeet vooral natuurlijk niet jouw laatste foto's nog te uploaden. Of je wilt naar ons sturen via hashtag Baronie TV. Want het is de laatste dag carnaval. Dit is de update van de socials. We gaan gelijk even door, want we gaan de winnaar van de Barnevalsliedverkiezing 2020 feliciteren. En dat is niemand minder dan het Maïs Cabaal. Zo, ja, applausje. Goed, we gaan naar de optocht van Ettenleur, oftewel Stel Orenrijk. Daar hebben de reportage met Mike. We zijn bij de optocht in het Stijl Orenrijk en het Zwijgat. Het is prachtig weer. De optocht is verplaatst van de zondag naar de dinsdag. Een goede keuze lijkt me. Het is prachtig weer. Mooie mensen, mooie wagens. Kijk met me mee. Jullie dwalen de hele optocht door. Wij dwalen de hele dag door, ja. En ja. Geen de toon aan, hè? Is dat jouw vrouw? Nee, is mijn dochter. Oh, je dochter. Maar die is, nee, bij iedereen, bij Jan en alle mannen aan het dansen. Dat mag dat wel van u. Dat mag van mij allemaal. Krijg je toestemming, hoor. Oh, ik krijg toestemming. Je hebt toestemming om met Jan en allemaal lekker te gaan dwalen. Heerlijk, heerlijk. Ja, dwalen in stijl. Dwalen in stijl. En dan geeft hij de toon aan. Dan kunnen we starten, hè? Daarom. Wel waggelen, hè, meneer? Wel blijven waggelen, hè? Ja, zeker. Jij bent een waarzegster. Ja. En dan ga je mijn toekomst voorspellen. Nou ja, we gaan in ieder geval een mooi carnaval voorspellen. En ja, met zo'n mooie groep komt dat wel goed, denk ik. Maar volgend jaar dan, want het is al dinsdag, hè? Het is zeker gezellig, dus ja. Ik denk dat jij in de toekomst een ander hartelijke krijgt. Ja. En een heel groot huis. Dankjewel. Me too, we zijn betast, is jullie motto. Dat klopt. Door wie zijn jullie dan betast? Door deze tas. Oh, door de tas. Kijk. Oh, dat is een mooi tasje. Is die van men? Ja, die is van jou. Oh, nou dankjewel. Heeft u die zelf gebreid? Ja. Hoeveel van die tasjes heeft u gebreid? 300. 300? Nou, ik zal hem met trots dragen. De floppers zingen een toontje lager. Vertel. Nou ja, de toon is verkeerd, hè? Wil jij de toon hoog instellen? De toon moet hoger. Dan gaan we. Nog hoger? Ja, zo lang afstellen dat het goed is. Helemaal omhoog. Te hoog. Naar beneden. Iets lager nog. Zo goed? Ja! Is de toon gezet? De toon is zeker gezet, hè, hier in het Stijl Orenrijk. Dat maakt niet uit. U bent de groepsleider. Ja, maar ja, ze lusteren niet zo heel goed naar mij. Nee, waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Het zijn allemaal vrouwen, hè. Dat weet jij daar wel. Hey, jullie moeten wel een beetje beter luisteren, hè, naar jullie opperbaas, hè? Oh, waarom heeft u al die bijtjes meegenomen? Wij zijn een zeer bijgelovig thema dit jaar. Wij van iets anders, bijgelovig. Ja, wij waren maar twee paters, de rest is allemaal op zuip. En de bijen hadden wel tijd, die zaten toch in de winterslaap. Gelukkig. Die hebben we allemaal meegenomen. We gaan met z'n allen een zeer bijgelovige optocht maken. Maak er een mooie optocht van. Dat gaan we zeker doen. Jullie zijn erbij. Maar wij zijn erbij. Moeten nog even gezegend worden. Ik ga andersom. Op de knietjes. Op de knietjes. Mensen, dames en heren, uit Ettenleur. We gaan even zegenen. Hey. En voor de tweede keer zeker gezondheid. Ik hoor dat speulen, dat lijkt nergens op bij jullie. Nee, dat lijkt nergens op. Ze proberen het allemaal wel. Alleen ze kunnen de toon niet houden, hè. En wij met een toontje lager hier in het Dwellorenrijk, wij proberen het wel een beetje schoon te krijgen. Dat is wel de bedoeling dan. Nee, wat hebben jullie meegenomen voor een groot ding? Ja, dit is onze grote trom. De grote trom? Ja, maar dan, die hebben we nodig, hè. Maar slaat er iemand nog op die trom? Nou, nee, dat mag. Nou ja, dit zijn wel hele vervelende vragen, hè. Ja, dat klopt. Ja, nee. Dus live op Baronie TV, hè. Nou, als je dan nog geven blazers, wij hebben nog geven blazers nodig eigenlijk. Een zware zak. Oh, een zware zak? Ja. Ja, ik zie het. Ja, dat is ook wel eens last van. Af en toe wel, ja. Af en toe wel. Maar jullie gaan dus een optocht doen met een zware zak. Dat is lastig, hè? Dat is af en toe wel lastig. Oh, oké. Okay. Maar wat doet het er tegen? Ja, op zijn tijd liggen, denk ik. Op zijn tijd even liggen. Dat moet wel gebeuren, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar dat doet het maar gewoon thuis, hè? Niet liggen bij een optocht, hè? Tuurlijk. Ik ben er trots op uw wagen. Zeker weten, wat dacht jij dan? Ja, ik vind het mooi. Ja, dacht ik ook. Maar hoe voelt het dan die dag dat hij eindelijk komt, want we mogen gaan rijden? Ja, toch is dat raar, want de andere dag dat we gewend zijn. Dat wel. Dus ja. Maar het voelt wel goed, neem ik aan. Ja, zeker. We hebben het weer mee. Beetje wind, maar komt goed. Is het gezellig tijdens een optocht? Heel gezellig. En het zonnetje erbij, wat willen we nog meer? En u bent de dirigent, denk ik, hè? De dirigent. Houdt u die dames wel een beetje in bedwang? Ik hou ze helemaal rustig. Ja? Helemaal rustig. Goed. Ga lekker spelen, ga lekker dansen. Doe maar even jullie echt. Borrelnootje.
Oké, lekker bonen. Dank u. Je zat er niet over de datum, hè? Nee, vers, vers. Dat is goed, verse bonen. Want kijk, hij is nog vol. Jullie draven lekker deur van net naar Leur. Ja, wij gaan lekker naar Leur. Het gaat wel synchroon, moet ik zeggen. Ja, we hebben ook heel lang geoefend. Ja, ongeveer zes maanden lang. Drie keer per week. Ja, en een hoogtestage hebben we ook gehad. Oh ja. Kijken ze wel goed, worden ze wel goed verzorgd, die paarden? We hebben ons strooi bij. Hè. Dus we hebben eigenlijk alles bij. Het beste is niet goed genoeg, hè? Zijn jullie lekker mee aan het zwieren en zwaaien deze optocht? Ja, zeker. Ja, hoe leuk is het om dan hier op de wagen te staan? Superleuk. Ja, echt super heel leuk. Wat is daar nou zo leuk aan dan? Ja, je ziet allemaal mensen en het is gewoon leuk. Heel leuk. Ja. Lekker zwaaien aan iedereen, één grote gezelligheid. Ja. Veel plezier nog. Ga maar lekker zwaaien. Ja, de optocht dus van het Stijl Orenrijk. Hartstikke gezellig ziet er allemaal uit. En onze dank aan Mike, die altijd weer op pad gaat natuurlijk. Goed, we gaan even zometeen naar de foto's, de socials die allemaal dus binnen zijn gekomen. En ook een hele leuke, de crew. Want hier zijn ze hard aan het werk, maar ook tegelijk hard aan het feesten. Ja, zo gaat het dan. We gaan naar de volgende foto. Eentje van Peter Sely, ook hartstikke leuk. Heel gezellig, lekker kleurrijk ook. En de laatste die we even pakken is Gezelligheid in de Studio. Die komt er ook nog aan. De gezelligheid, het is hier al in al gezellig. Kijk, een mooi kind ook in plaatje. En dan daar onze man op de achtergrond met de leuke kleurtjes. Goed, de temperatuur in de studio begint behoorlijk te stijgen. Het is hier 1,5 feest. Blijf gezellig kijken, blijf gezellig meedoen. Ook hashtag BaronieTV voor jouw laatste foto's. Bedankt, tot straks nog een laatste blokje social.